here for a reason. Make no mistake, we are taking this city back. Tom Clancy's The Division, hij is eindelijk uit. En hoeveel betas we hem wel niet hebben gehad inmiddels. En hoeveel trailers en weet ik veel wat voor shit allemaal. Maar de game is uit en jij mocht hem testen. Ja, op Xbox One overigens. Dat moeten we denk ik even erbij zeggen. Want ik vond het persoonlijk best wel goed eruit zien voor een Xbox One game. Dus daar kunnen we meteen mee aftrappen. Nou, mooi. Het is de eerste Xbox One game die gewoon lekker draait. Ja, chill. Nee, dat niet, maar het is stabiele serieus. 30 frames per seconde. Nee, of zo, of 60. Ik heb het niet bijgehouden, maar ik probeerde ze te tellen. Het ging allemaal te snel. Maar nee, de game ziet er goed uit. Oké. Okay. Ja, goed, The Division. Een soort van plaagpandemie-achtig iets. Opzet van de game, vertel. Ja, we hebben het inmiddels best wel vaak gehoord, maar in het kort. We zitten in Manhattan. De wereld gaat ten onder aan een pandemie die verspreid wordt via geld. Het is een soort smallpox, een soort pokken zijn het die verspreiden. Iedereen is sick. Ja, geen vaccinatie voor, geen remedie. Nee. Dus alles gaat naar de kloten, kunnen we wel zeggen. En op dat moment valt natuurlijk de hele maatschappij in elkaar. En dan is The Division er, een aantal gasten, een paar agenten die worden ingeschakeld om orde te herstellen. Dus de bendes neer te halen, het leger aan te sterken, op zoek te gaan naar het virus om een vaccinatie te ontdekken, dat soort dingen. En dat is eigenlijk wat we gaan doen in Manhattan. Hoe is de opzet van het verhaal? Heb je vette cutscenes of is het meer in-game storyline? De cutscenes zijn schaars. Je hebt ze wel en je gaat een heleboel karakters ontdekken, een heleboel personages waar je voor gaat werken, die je gaat helpen, die je op je setcom natuurlijk krijgt van oh, je moet dit en dit doen, want bla 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 bla. Dat zit er wel heel veel in, er zit heel veel verhaal in, maar niet op de epische singleplayer manier verhaal brengen. Nee. Dus je moet je verhaal halen uit de momentjes die je hebt in de missies. Dat je een keer een paar collectibles opraapt van een telefoon waar dan een opname op staat. Of dat je zo'n echo tevoorschijn kan laten toveren. Okay. Dat je een beetje kan kijken van wat ging hier allemaal los. Ja. Het verhaal is echt, je moet het zelf ontdekken. Want in de basis is de game natuurlijk een soort van MMO. En kun je dus niet een heel episch singleplayer ervaring verhalen. Nee, want dat is het ding inderdaad. Van, het is wel een third-person shooter, maar best wel veel MMO elementen. Kijk, New York is, hoe groot is het? Ik heb natuurlijk gehoord, hij is in een half uur is de map te doorlopen. Ja, als je een stukje doorrent en je gaat nergens iets doen, dan is het inderdaad een half uur. En ik moet ook wel zeggen, de map is niet dat je zegt van een soort Fallout 4-achtig groot. Nee, goed, dat kunnen we niet verwachten. Niet in Just Cause 3 proporties. Maar het is wel een stad. Het is echt alleen maar stad. Dat wil ik ook wel benadrukken. Het is een soort, het is echt urban warfare. Dus je hebt verschillende huisjes waar je dan binnen kan, waar dan ook weer een verhaal te vinden is. Of dat je iets kan ontdekken of zo. En het is dense. Je hebt allerlei steegjes, straatjes, pleintjes. Dus dat het wat kleiner is dan een Just Cause 3 of een Fallout 4 maakt eigenlijk niet zoveel uit. Want je kunt nog steeds heel veel ontdekken. En omdat het natuurlijk ook een MMO is, werkt het allemaal in regionen. Dus je hebt de regio van level 1 tot en met 4 waar je dan het beste kan rondparaderen. Als je dan een keer wat levels hoger gaat, dan kun je weer een moeilijkere regio in met weer meer missies. Sterkere enemies en dat soort vettere gear. Betere loot uiteraard. Ja. En uiteraard zit dan ook het multiplayer compartiment in, dat je tegen elkaar kan in de Dark Zone. In het midden van Manhattan zit een strook met weer 3 verschillende Dark Zone regio's, waar je dus eventueel ook tegen elkaar kan. Ja, want leg het even in het kort uit. Je hebt natuurlijk, je hebt de game, je hebt de missies eromheen, je kan multiplayer natuurlijk. Maar vertel even in het kort, wat houdt die Dark Zone in? Wat kun je daar doen? De Dark Zone is eigenlijk de plek waar je de beste loot kunt verzamelen. En waar de vijanden dus ook het sterkst zijn. Maar ja, daar kunnen dus ook agenten rogue gaan. Dus stel, ik loop daar rond en ik ben een goede Samaritaan. Ik zorg dat... Zoals altijd. Ja, nee. Ja, de herbalist van Manhattan. Ja, nee, ik ben vredelievend. Ik schiet niemand neer die het niet verdient. Net als een GTA Net als toeteren. Een GTA. Ik ben een kuise speler, zullen we maar zeggen. Precies. Op het moment dat ik een zak vol met loot heb, die ik naar een extraction point ga brengen, dus ik ga die naar de helikopter brengen om die naar de veilige regio terug naar mijn stash te brengen. Kijk. Dan kan dus iemand zeggen van, hey, hij heeft goede loot volgens mij bij, die poft mij dan neer. Hij gaat vervolgens rogue, dat wil dus zeggen dat hij overtreedt de wet en andere agenten krijgen dan, andere goede agenten krijgen dan het vrije vuur zeg maar op hem. Ja, op die manier. Kun je hem natuurlijk straffen voordat hij gewoon een lul is en dan pof je hem zelf neer, krijg je daar ook weer punten voor. Dus Okay. Het is best wel leuk. Als je ga daar echt naartoe met vrienden. Ik was er eerst een beetje huiverig voor, maar ik vond het super vet om er rond te lopen met een paar maten en dat je echt iets hebt van, we vertrouwen hem niet, we vertrouwen hem niet. Hij loopt te... Hij loopt daar te zwaaien, maar hij is te sterk. Ik weet dat hij mijn shit gaat stelen en het vormt al een soort heel vet teamgevoel of zo als je daar rondloopt. Dat is echt raar. Maar hoe lang blijft dat leuk? Want hoe werkt de gameplay in dat opzicht?
blijft het lang leuk? Want ik hoorde dus dat mensen echt al een paar dagen level 30 waren. Ja. Dat is de level cap. En is er dan nog wel wat te doen? Mensen hebben wel echt heel erg hard gerust. Dus die hebben er ook echt wel goede veel uren in zitten. Ja. Ik ben zelf nog niet zo ver, dus zal ik eerlijk toegeven. Ik zal niet beweren dat ik endgame ben. Maar ik weet wel ongeveer hoe het eruit ziet. Ik vond het is gewoon heel vermakelijk om te spelen. Als je een gamer bent die houdt van tactische shooters en dan vooral in teamverband. Het voelt zo lekker om met een groepje door die regio's te lopen. Ja. En dat merkte ik in de beta ook wel. Ja, je merkt, oh, er is hier een encounter, die kunnen we even doen. Die heb ik dan weer nodig om mijn base of operations te versterken. Want die heeft dan weer medische middelen die ik dan nodig heb om mijn upgrades weer te fixen. Ja. En dan loop je weer door en dan denk je, oh, hier is een side missie die we allebei nog moeten doen. Of wil je me even helpen met dit en dit afhandelen. Het is heel erg fijn om daarin die tactische shooter, om elkaar dan aan te sterken. Om elkaar, weet je... Ja, je voelt je echt een squad. Is het een beetje overzichtelijk? Want in de beta werd je zomaar in de game gegooid, kon je een paar missies doen. Maar ik wist mijn god niet waar ik heen moest. Het werd heel slecht aangegeven. Hoe is dat in de uiteindelijke game? Ik vind het ergens, als je begint, kan het een beetje overweldigend zijn. Want de game zegt niet tegen je, hey, het is een beetje MMO-achtig, dus let op je loot, dit is je inventory. Je wordt ergens wel aan het handje genomen. De game laat je heel goed zien hoe die base of operations werkt. Ja. Die dan zelf kan upgraden. En naarmate je die upgrade je perks ook weer, je eigen abilities. Maar bijvoorbeeld de inventory en hoe het werkt met het hele loot-systeem. Hoe je dingen kan craften en zo. Dat vond ik eigenlijk een beetje onoverzichtelijk. Maar dat is misschien ook wel weer een beetje typisch MMO. Dat moet je zelf gaan ontdekken. Klopt. En zelf door trial and error erachter komen. Oh, ik zou deze dingen beter kunnen verkopen. Oh, ik kan deze dingen beter omzetten in stoffen waar ik weer mee kan craften. Precies. Of, ja, precies. Dat hoort een beetje bij de RPG-achtige. Je moet het zelf deels ontdekken. Dus enerzijds, de basis wordt je wel uitgelegd. Dus wat specifiekere dingen hoe je te werk moet gaan, dat moet je echt ontdekken of horen van je vriendelijke medespelers. Want hoe gaat de game nou uiteindelijk verder? Je bent bij de endgame. Komt er nog wat nieuwe content aan? Of is het na hele shit klaar? Ik hoop heel erg veel op nieuwe content eigenlijk. Want wat het dus is, als je in de endgame komt, dan krijg je dus daily missions waar je nog wat extra gear wat voor kan verdienen. Je kunt natuurlijk de Dark Zone helemaal domineren met je level 30, super dikke loot. Om nog meer dikke loot uit te halen natuurlijk. Maar verder is het, de missies zijn sowieso al ergens een beetje repetitief, gewoon een beetje herhalend. Ja. Je denkt van, er zit telkens een klein ander verhaaltje aan, maar het komt steeds neer op gewoon mensen neerpoffen, een gebouw opklimmen, nog meer mensen neerpoffen. En dan... Beetje Destiny gevoel. Dat zit er wel deels een beetje in. Mensen vergelijken het graag met Destiny. Qua de herhaling in de missies is dat het ook. En ook als je die endgame bereikt, wat er dan eigenlijk overblijft zijn dus de dailies. En dat is eigenlijk gewoon dezelfde missies weer spelen op een hogere moeilijkheidsgraad. Ja. Dus ja, dat is iets waar je daar kun je mogelijk een beetje over struikelen. Dat je denkt van, oh, ik had liever meer content gezien. Of, oh, ik wacht wel gewoon tot de DLC er is. Want ik ben level 30 nou, ik heb lijpe loot. Ik heb eigenlijk geen zin om dezelfde missies nog een keer te spelen. Nee, in precies. Een hogere moeilijkheid. Dus daar zit een beetje een knelpunt aan van, hoe is de herspeelbaarheid? Ja. Blijft het wel leuk? Kijk, hoge moeilijkheidsgraad vond ik in de beta trouwens wel tof. Zo van, die missie hebben we gedaan. Nou, laten we een stapje hoger proberen. Dat is natuurlijk wel weer... een extra stap van, vet, we gaan het nog een keer doen, maar dat sowieso, gewoon nog moeilijker. Nee, maar je hebt genoeg missies ook en uiteindelijk als je... Ja, je kunt natuurlijk ook uiteindelijk proberen missies te nemen die boven jouw level zitten. Ja, precies. En endgame natuurlijk niet meer, maar nee. Qua moeilijkheidsgraad vond ik het wel heel erg tof om echt samen met vrienden te gaan van... Oh, nou komt er zo'n moeilijke baas aan, weet je wel, een guy met een naam. Dat is dan beangstigend natuurlijk. Dus wat dat betreft is dat wel ruig, maar die herspeelbaarheid, ik kan me voorstellen dat je daarover gaat struikelen, want... Er zijn dus mensen die in 3 dagen level 30 zijn en dan heb je dus eigenlijk alleen nog maar die dailies, die herspeelbaarheid van... Ja. Maar al met al, die game, ik ben een tactische gamer, ik vind het leuk tactische shooters, ja, ik hou ervan om echt goed te communiceren met mijn maten. Deze game is daarvoor gemaakt, echt gewoon voor mensen die in een groepje lekker samen willen werken. Jongens, gaan we nu de Dark Zone in, watch my back, weet je wel, contact daar, pas op, ik gooi je scan erop, wil jij je turret nou neerplaatsen, weet je, al die maar dan moet je, maar dan moet je wel echt met vrienden spelen. Als je dit met onbekenden speelt of in je eentje, dan is de game een beetje... Ja, je kunt natuurlijk bij elke missie kun je proberen teams of partners te zoeken in de cloud, online. Ik raad het echt aan. Speel het met een hecht vriendengroepje en Werk ook lekker aan sowieso. Je abilities, weet je wel. Wie is de medic? Wie gaat de scans draaien? Wie heeft er een shield om cover te maken waar het niet is? Als je op die manier te werk gaat en je vindt dat fijn, zo'n shooter elementen, dan is The Division echt een game voor jou. En ik raad hem ook echt zeker aan voor iedereen die iets heeft met een tactische online shooter. Conclusies eruit gegooid. Ik gooi alles in één keer uit. Laatste thought? Laatste thought.
Nee, ik denk dat ik hem echt had. Ik denk dat ik er rond was. Mocht je nog vragen hebben of mocht je nog meer willen weten, check vooral de volledige review op gamerset.nl. Cool. Hit ons op Twitter of en win die Xbox One met de Division. Dat is natuurlijk ook een ding. Die loopt ook nog steeds. Je kunt een Xbox One met de Division winnen. Ja. Als je het niet wist. Het ging als een warmtje over Facebook, Instagram, Twitter, YouTube en Gamersnet. Dus waarschijnlijk weet je het al. Maar bij deze, dat kan. Shit. Succes. But none of us could have ever predicted this.